Ja, dames en heren, wij staan momenteel, zijn we aanwezig. Voor de deur staan we natuurlijk. Van, Emiel Ratelband. Die kennen u wel natuurlijk, hè, van, tjaka. Dus het leek mij aardig om ook hier eens aan te bellen. Om eens te vragen of hij mij een cursus kan geven in tjaka. In tjaka. Ik druk maar ergens op. Druk ze allemaal, maar ik heb geen idee waar ik op moet drukken. Zijn u? U spreekt met het Ratelband Instituut Nederland. Het Ratelband. Ja, u spreekt met Wijdbeens. Ja. Wij zijn hier even voor Wijdbeens Report. Is meneer Ratelband thuis? Ja, ik maak even het hek open. Ja. Momentje. Komt hij mij ophalen? Ja, hij komt u ophalen. Ah, fijn. Ik ook, kom zelf ophalen. Komt zelf. Dank u. Dank u. Dat is de vrouw zeker. Even wachten tot dit... Verwacht je ook niet natuurlijk, hè? Okay. Meneer Ratelband? Meneer Ratelband? Meneer... Goedemiddag! 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 Goedemiddag, Wijdbeens Report. Ik ben Jan Wijdbeens. U bent meneer Ratelband? Ja, u had geen afspraak. Nee, daarom ik denk ik bel eens naar een stukje fietsen en ik kom u in één keer tegen. Nou, zo toevallig, maar waarschijnlijk omdat u hier woont natuurlijk ook. Ja. Daar komt het door. Ik kwam wat ga je voor je doen? Nou, ik zeg net tegen de mensen thuis. Ik zeg, ik ga eens even kijken of ik hier een cursus tjaka ga krijgen. Een tjaka? Yeah! Een cursus tjaka? Een cursus tjaka. Dat kan. Die kan. Dat kan. Nou, erg graag. Nou, komt u maar dan. Erg graag. Kom, we gaan de fiets. Kom ook er is... samen op. Kom lekker naast me zitten. Dat geeft al een gevoel van... Kijk, je man die straalt in, maar ik straal een beetje uit. U straalt inderdaad wel een beetje uit. Oké, okay, zo. Zo, lekker zitten. Gaat het goed zo? Hoe lang is het geleden dat u gefietst heeft? Nou, niet zo lang. Niet zo lang? Nee, eigenlijk. Nou, trappen dan maar. Ja, ik trap. Zo, kom maar. Ja, ik trap. Oh, u stuurt. Oh, ja. Richting. Hij gaat heel lekker. Het gaat heel lekker, hè? Dit is onderdeel van de cursus ook al. Onderdeel van de cursus. Ah, ja. Van de tjaka-cursus. Oh, van de tjaka-cursus, ja. Oké. Zo, meneer Wijdbeens. Nou, dat was een hele onderneming natuurlijk. Maar dit heeft toch wel een gevoel van tjaka, of niet? Kijk hoor. Hè? Jazeker. Zo. Het is parkeren. Kom, zal ik u even voorgaan? Ja, gaaf, want u weet de weg waarschijnlijk, hè. Kantoor. Ah, ja. Kantoor. Hey. Ik ga u even voor, meneer Wijdbeens. Ja, graag. Ach, nou, het is al wat dat ik hier binnenkom, hè. Het lood zakt een beetje in mijn schoenen natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is toch dat u... Yeah! Zakken krijgt! Wat doet u nu? Meneer Wijdbeens. Nou, dit behoort bij de cursus. Echt waar? Dit hoort bij het chakra-gevoel. Oh. Ja, het staat nog eenmaal uit van wat onverwachts natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar... Chakra! Ja, en straks, nadat u in de therapie geweest bent... Dan zegt u, ja, yeah, tjaka! Dan ziet u het ook helemaal, tjaka, achterin. Het is even wennen. Je moet je overgeven daaraan natuurlijk. Je moet je daaraan overgeven, ja. Precies bij mij eens. Doe maar rustig aan. Goed, ik denk... U komt ook onverwacht, ik ben ook niet voorbereid. Nee, ik ook niet natuurlijk. Waar wilt u zitten? Waar het mag, het maakt mij niet uit. Gaat u nou eens daar eens even rustig zitten. Zijn niet, hè? In die rode stoel, daar komt u goed uit. Ja. Oké, okay. Dan zal ik u eerst eens even uitleggen, meneer Wijdbeens, hoe het eigenlijk werkt. Ja, graag. Want u wil maar één ding, en dat is dat u zich werkelijk goed voelt. Ja. Dat u dat gevoel heeft van, zakka, wat ik wil, dat kan ik. Want daar gaat het uiteindelijk om in het leven. Natuurlijk. Het gaat niet altijd om alleen maar te denken, maar het gaat voornamelijk om één ding, en dat is om te doen. Ja, zeker. Juist. Zeker weten. Zo is het toch? Want als ik aan u ga vragen straks, wilt u met uw blote voeten hierin springen? Dan zegt u nu, nee. Nou, lijkt me... Maar met een half uur zegt u, ja, tjaka! Helemaal niet in orde, hè? Misschien is het beter als ik een andere keer terugkom. Is dat niet beter voor u ook? Waarvoor bent u hier gekomen? Nou, het ging mij dus in eerste instantie, maar als u zegt, ik heb liever een andere dag, vind ik het ook goed. Ik ga net zo liever weg. Dat, het gaat een beetje om het tjaka-gevoel, wat u het tjaka. Gewoon u krijgt zegt. Het tjaka-gevoel. Ja, maar gewoon, u zegt even tjaka. Even tjaka? Even gewoon, even. Yeah, tjaka! Ja. Gewoon, ja! Tjaka! Al die dingen die u mee gaat maken. Al die dingen die u mee gaat maken. Ja. U heeft gedacht, datgene wat die man heeft,
Die energie, die power, ja. De chakra, datgene wat die man heeft, dat wil ik ook hebben. Ik wil over vuur lopen, ik wil met slangen spelen, ik wil spinnen over mijn lijf laten lopen, ik wil in het gras springen, ik wil honden kunnen kussen, ik wil alles erheen dat is wat andere mensen niet kunnen. Want dat geeft het gevoel van, yeah! Chakra! Is die gek of is die niet gek? Oh, graag. Dan maak het een stuk makkelijker, want je krijgt er wel benauwd van natuurlijk, hè? Dat het allemaal dat nog is in chakra leven. Ja, dat het allemaal nog in de verf zit hier. Zo'n wonder. Zo, komt u maar, meneer Wijbeens. Erg fijn. Hè, frisse lucht, dat is in ieder geval een... Dat is echt een chakra-gevoel, hè? Zeker, nou, zeker een chakra-gevoel. Zo. Nou, laten we eens, gaan we eens kijken in de praktijk... of het nou werkelijk allemaal zo makkelijk is... als dat het allemaal lijkt. Ja. Zo. Daar ben ik natuurlijk vreselijk benieuwd naar, want het gaat om het, het resultaat. Om het resultaat. Ja, het is helemaal chakra. Chakra. Oh, helemaal dat chakra. Chakra. Is niet goed, hoor. En dan gaan we eens kijken wat voor invloed dat heeft op die honden. Zij hebben uw honden hier. Ah, zijn de honden hier. Chakra. Juist. Chakra. U voelt zich al chakra. Ja, ik pomp mezelf op. Kom eens oh. Ja. Oh. Kijk eens even aan. Ach, die zijn zeker leuk, hè? Ja. Een broer en een zuster. Echt maar, is het even neer en mevrouw. Oh. U zult straks zien dat als u chakra roept, ja. Verdwijnen zij daar in dat hok. Echt waar? Want u bent sterker en krachtiger als dat zij zijn. Chakra. Chakra. Wat zullen we doen? Nou, wat denk u, chakra? Chakra. Ja, chakra. Jakka! Jakkers! Ze wil jakkers! Ik voel jakkers! Ze is een jakka! Ze is zakka! 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 Yes! Zakka! 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 De overtuiging slaat toen niet! Het werkt! Zakka! 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 Kijk eens! Zakka! Juist! Zakka! 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 Chaka, hallo, chaka, hallo, chaka, chaka. Kijk, meneer Wijbeens, en als je dan iets gedaan hebt waar je trots op bent, dan sla je jezelf op je borst en je maakt je twee vuisten en je zegt, chaka! Chaka, yes, chaka. Als je werken wat wilt, dan kun je het ook. Ik denk dat ik het kan. Je kunt het. Ik denk dat ik het. Je kunt het, chaka. Je kunt het, chaka. Je kunt het, chaka, chaka. Je kunt het, chaka. Je kunt het. U heeft het chakra-gevoel. Chakra. U ziet het, je moet er wel wat voor doen. Chakra. Ja, precies. Chakra, chakra. Dit was Jan Wijbeens. Terug naar de studio in Hilversum. Chakra.